ben Milou. En vandaag ga ik een dagje meelopen met Wendy. Want hoe is het nou eigenlijk om te wonen binnen Siderus? En Wendy woont hier op de Sluis 4 en die kan me daar alles over vertellen. Dus even kijken waar ze is. En kijk eens. Wie hebben we hier? Hoi Wendy. Ik ben Wendy van Dijk. En wat kom ik hier doen? Vloggen. Ja, ik ga een dagje meelopen met Wendy. Drink smakelijk. Drink smakelijk. Wat ben je aan het doen? Aan het koken. Aan het koken. Vind je het leuk om te wonen bij Siderus? Ja. Ja? De leuke leiding, de leuke cliënten. En leuke cliënten. Dus er worden heel veel leuke bewoners samen. Ja, en leuk sporten. Sporten. En dan... Voordat we gaan eten wil Wendy me eerst even wat laten zien. Dus mag ik mee naar haar kamer? Zo Wendy, sportief? Ja. Doe je dat elke dag? Ja, elke dag. En hoe weet je nou wat je moet fietsen? Ik heb een dagprogramma en dan zie ik op hoeveel ik moet fietsen. Oh. En waar kun je dat van zien? Hier. Hé, maar Wendy, mag ik je wat vragen? Als ik naar jou kijk, dan zie ik helemaal niet dat je een beperking hebt. Nee, klopt. Want wat is jouw beperking dan? Een boze gedrag. Oh. Want soms kan je boos worden. Ja. Dan voel ik me druk in mijn hoofd. Door spanning. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik dan aan doe. Oké. Je bent helemaal niet boos. Nee, nu niet. Af en toe. Dus dan heb je eigenlijk iemand nodig die je even helpt. Ja. Dankjewel, Wendy. Alsjeblieft. Nou, we moeten nog even, Wendy. Ga zo door. Goed zo, Wendy. De 600 calorieën zijn gehaald. En nou jij, Milou? Oh, nee. Weetjes en vooroordelen. Vandaag weer een vooroordeel. Namelijk, werken in de zorg is alleen maar mensen wassen en billen afwegen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Je helpt natuurlijk wel mee aan iemands dagelijkse levensbehoeftes. Maar daarnaast lever je vooral een bijdrage aan iemands gelukkig leven. Nou, we hebben net gegeten. Onze buiken zijn weer helemaal rond, hè Wendy? Was lekker. Ja. Maar, wat ben je nu aan het doen? Vuilniszakken wegbrengen. Oké, dat doe je elke dag? Ja. Even het vuilnis opruimen. Maar soms vergeet ik het wel niet. De ouders van Wendy komen vanavond ook nog even gezellig op visite. Ja. Kijk zo. Oh jee. Oh, jee. Ja, oké, dat ging niet helemaal goed. Zo Wendy, we hebben omgekleed en wat gaan we nu doen? Sporten! En om af te sluiten gaan we ook nog eens even lekker een potje voetballen. Zoals je kunt zien zijn we back af. Ja. Nou, we gaan heel even bijkomen, even lekker wat drinken. Ja. En dan is het alweer tijd om gedag te zeggen tegen de ouders van Wendy. Doei doei! Zo, het is nu 9:30 en dat betekent dat mijn dagje met Wendy er weer op zit. Zit. Ik vond het super gezellig. Wat vond jij ervan, Wendy? Ik vond het ook super gezellig. Nou, gelukkig. Toppie. Toppie. En je gaat me zien. Doeg. Oh, ik ben wel moe. En het was zo leuk, dus ik denk dat ik hier maar blijf slapen. Oh, lekker wonen op de Sluis. Milou, uit mijn bed, nu. Mijn bed. Oeh.
Wendy, ik ga snel naar huis. Doei!